Wij gaan de mijnen betreden op zoek naar de twee sleutels. Kalonga. Open de deur. Alia, when I said you should have taken Mbundulu when you had the chance, so much has happened. And I wonder whether things could have been prevented. Rare is it to change what has happened. But we can always choose how we move forward from it. The actions we are taking now will restore balance. Like that is what we must do. And we do so together. Kan ik hier naar beneden? Nee. Hier is een paarse flap op de muur. Dat betekent we gaan de goede kant op. Drie skill points. Lijkt me ook goed. Dit kan ik bevriezen. Dan kan ik verder. Kijk, semi-paarse flap. Betekent, is een secret. Aan. Moeten we even wachten. Ik ben wel mooi weer meegenomen, deze halve ziekte. Gaan we verder deze kant op. Hier kunnen we ons weer laten vallen. Hier ook. Plateautjes genoeg. Uitkijken voor de stroming. Nee, dat gaat allemaal goed. Dit ziet er wel mijnig uit. Fast travel lijkt me niet nodig. Ik moet hier naar beneden. Ik moet met de lift naar beneden. Dan ben ik in de mijn. Waar we op zoek moeten naar twee sleutels. Ik heb ook drie skill points. Dan kan ik de volgende nemen. Radius and damage of supernova. Een supernova. Dat is die... die lijpe skill, hè. Spirit attack. Ja. Eén en twee tegelijk in te drukken. Typisch zo'n move die ik vergeet. Ik denk nu ook, ik ga hier diep die mijnen in, maar ik heb weer een heel stuk gemist. Ik had ook naar rechts gekund. We komen er wel. Gebruik de attacks. Autosave is een ding. Lekker dit hoor. Waarom kan ik daarheen? Er is daar niks. Alleen die ene vijand.
De oog is weer gevaarlijk hier. Een XP-bol. Oké, gaat verder nergens heen. Dan moeten we verder naar beneden. Kan gewoon. Die blokken die storten allemaal in als je er te lang op loopt. Daar is een van de sleutels. En daarboven is een liftje. Kijk, die halen we even naar beneden. De vast key. One more to go. De first key. Dan zal ik inderdaad gewoon terug moeten lopen. Weer naar boven. En dan bovenaan de andere kant de mijn in moeten gaan. Oké, elke vijand die we killen is meegenomen. Daar. Verkeerde knop, alles goed. Vijanden die we killen geven toch weer XP. Hop. Terug naar boven. Bijna steen op. It must be on the other side of the mine. Ja, dat lijkt mij ook. Liana really thinks that playing with Mpundulu is going to solve this. Denial can cloud one's perception. Dan gaan we nu naar de andere kant van de mijn. Op zoek naar de tweede sleutel. Grote ruimte. Komt allemaal wel goed hier. Hier vind ik weer een geheim. Ik zag het al verschijnen. We krijgen weer één skill point. Bijna de stekels in. Altijd een slecht idee. Oh, deze is niks. Ik dacht, ik kan daar wel naar boven.
Antwoord is nee. Aanpakken die geesten. Die geesten. Wat gebeurt hier? Ik heb steen in mijn kop. Ah, het is weer zo'n grote. Wat? Kom maar, kom maar. Hier, klap op je kop. Klap op je kop. Grote man. Oeh, dat was weer link. Ging allemaal goed. Veilige route naar beneden. Ja. That is all of them. Ah. Let us return to the top. Let us return to the top. Beide sleutels gevonden. Betekent dat we weer terug kunnen naar boven. Hop, 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 hop. Lekker parcouren. En die ene vijand ontplofte in die andere vijand. Efficiënt hoor. Heel efficiënt. Weer een steen in mijn kop. Hieltje tussendoor doen. We krijgen toch... voor elke kill die we maken weer focus erbij. Liana will be alright. She will understand what needs to be done. Impundulu must be at peace. Liana does not understand this. How can she? She is a child. Do you say this to convince her or yourself? We hebben de sleutels te pakken, Liana. Dan moeten we de sleutels daarboven gaan gebruiken. Zodat het water weer kan stromen. Shortcut unlocked. Lekker. We hebben een aparte pop-up van het unlocken van een shortcut. Ja, het is tijd. Om het water te laten stromen. I have both the keys, Liana. Woo! Go and open up the water now. 1, 2. Wap. 1, 2. Wap. Yeah! You did it now! The waters are free! I will raise you!
Kijk, weer een missie gehaald. Het water weer aan het stromen gekregen. En we gaan hier afronden om in de volgende video de race naar de top te doen. Dus graag tot dan. Joejoe.